In het kader van hashtag Light the Sky verlichten zondagavond verschillende Nederlandse evenementenbedrijven de hemel. Zo ook het Beuningse bedrijf Showlight. En dat doen ze met een duidelijke reden. Wij als Showlight organiseren dit als solidariteitsactie voor alle mensen bijvoorbeeld in de zorg die nu extra hard moeten werken. Maar ook de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken tijdens deze coronacrisis. Nou, het gaat vandaag niet zozeer om het effect van de coronacrisis op Showlight. Wij zijn een evenementenbedrijf. Wat ik daarover kwijt wil is natuurlijk dat we volledig stil liggen. Maar we kijken wel vooruit en zijn met nieuwe ideeën en plannen bezig om zo goed mogelijk met z'n allen uit deze coronacrisis te komen. Showlight is niet het enige bedrijf dat dit doet. Zoals je hier ook ziet buiten zijn er ook andere bedrijven die aan deze actie Light the Sky meedoen. Waaronder Ecolicht en we zien hier ook de laserstralen van Mirage Laser Group. Nou, we hebben via onze Facebookpagina hebben wij hulp aangeboden aan iedereen die dat kan gebruiken. We hebben vrachtwagens, bestelwagens, grote trailers, maar ook hebben we personeel wat gewend is om 's nachts te werken en geen 9-tot-5 mentaliteit heeft. En dat zou in geval van een crisis natuurlijk prima uitkomen. Dus als er mensen, instellingen zijn die hulp nodig hebben, dan kunnen ze ons benaderen.